Yeah, ladies and gentlemen, welkom bij Breaknot Report met je host Romario. Het is vandaag 5 mei, dinsdag 2015. Natuurlijk is het weer gaande, Bevrijdingsfestival, teken van vrijheid. En wij staan natuurlijk hier bij de urban area. Wij gaan hier wat mensen aanspreken over natuurlijk het onderwerp vrijheid. En natuurlijk gaan we de artiesten aanspreken over hun muziek. Ik zou zeggen, blijf kijken. Check jullie zo. Peace. We done came up. Everybody love him. On the regular. Looking at popular colored faces, observing what my brother's faces. And all races, lost to generations. Avoid hatred, see what your eyes dilated for the sake of the G's. But keep it sacred, G. Yeah, Breaknot Report. We zijn nog steeds hier bij het Bevrijdingsfestival. En ik sta hier naast iemand. Ja, het is, hij is gewoon de next level shit. Misschien wel, hè? Oftewel, Joe. Fakka. Gaat goed, man. Ja, man. We hebben jou natuurlijk, we kennen jou natuurlijk weer van het member Slaughterfoss Gang. Knock Knock, Knock Knock 2. En binnenkort kom je weer met een nieuwe plaat. Dat heb je uiteindelijk op de social media aangekondigd, Knock Knock 3. Dagelijks 3, je bent scherp. Ja. Maar ja, voordat dat uitkomt, gaan we eerst genieten van je show natuurlijk. Sowieso, man. Ja, man. Dus wat doet dat met jou om hier in Groningen te zijn? Het is de eerste keer dat ik hier sta. Vorig jaar ben ik meegekomen met Atje. Ja. Had ik het geluk en de blessing om even een workshop te doen. Ja. Die track workshop. Maar vandaag is het gewoon show live op Bevrijdingsfestival Groningen. Dus dat is gek, man. Ik ben fucking blij, ik ben fucking enthousiast. En we gaan die shit gewoon killen, man. Ja, nee, cool, man. Want het is natuurlijk Bevrijdingsfestival. Ja? We staan in het teken van vrijheid, vrijheid van de Tweede Wereldoorlog. Maar wat doet vrijheid met jou? Ik kreeg deze vraag ook laatst, om eerlijk te zijn. Ik ben niet die nigger die heel veel bezig is met deze dag. Nee. Dus ik wil niet zeggen dat het geen speciale dag is. Maar het voelt niet persoonlijk of zo, snap je? Nee, ik dus ik ben er gewoon om te feesten en... Shout out naar vandaag. Je kan killer shit meer gewonnen. Dit is wel een raak voor jou. Voor Vrijdingsfestival. En voor iedereen houden we nog. 3, 2, 1. Dit is onze raak in de zin van de dood. Rolex, maak je naam op de dood. Als we gaan kijken naar die shit zien. Dus zie mij. Schijnen we mee. Over het Bevrijdingsfestival. Echt super top dat je hier in Groningen bent. En wat is jouw freedom, bevrijding? Wat mijn freedom is? Yeah. Are you free? Do you feel free? Ja, tuurlijk. Elke dag wakker worden met een lach. Dat is gewoon freedom. Je weet toch? Eerste ding wat je doet is in de spiegel kijken. Lachen naar jezelf. Tegen jezelf zeggen, hey, you the motherfucking man. You got it. En zo kom je de hele dag door, man. En dat zou iedereen moeten doen. Want er zijn veel te veel chagrijnige hoofden. Fucked up dingen, zeg maar, going on in de wereld. Het is gewoon time for some positiviteit, man. Inderdaad. Echt. Dit hadden we zeker wel nodig vandaag, de Bevrijdingsfestival. Niet alleen vandaag, elke dag, weet je. Elke dag moet gewoon zo zijn. Elke dag moet een Bevrijdingsfestival in je hoofd zijn, in ieder geval, weet je wel. Zeker. Als jullie hier zijn gekomen op de dag van je tekening hebben, put your motherfucking hands in the air, y'all! Let's go! Ik sta hier naast de DJ die de show mocht openen. Ik zou zeggen, Mello, what up man? What's up man, hoe is het? Ja, goed man. Hoe voelt dat om weer voor de, volgens mij, tweede of derde keer een Bevrijdingsfestival te doen? Ja, het is inderdaad de derde keer dat ik hier mag staan. Zeker heel erg dope sowieso. Ja? Urban Area en Bevrijdingsfestival is in Groningen altijd wel van hoog niveau. Ja. En dat ik erbij mag zijn, dat is sowieso heel erg dope. En vandaag heb ik het heel rustig door het weer.
Ja. Maar ik heb zometeen nog leuke blokken om dingen te doen, dus dat komt sowieso goed, man. Doop, man, doop, man. En wat, we praten natuurlijk over vrijheid. De dag wordt gevierd. Wat doet dat met jou? Ja, sowieso heb je de mogelijkheid om erbij stil te staan wat vrijheid nou precies is. Ja. En hoe dat in jouw situatie precies naar voren komt, weet je wel. Ik merk wel gewoon dat ik vrij ben om mijn eigen identiteit aan te nemen en vrij om de dingen te doen die ik heel graag wil doen. En dat is helaas niet vanzelfsprekend. Oké. Okay. Dus nou, dat is zeker wel gewoon belangrijk om bij stil te staan. Wat vond jij van Groningen Bevrijdingsfestival? Ik ben net hier, maar ik chill hier altijd, man. Dit is mijn home ground en love in dit gewoon. Okay, en zijn altijd gruwelijk hier. Oké, en pizza's of tosties? Wauw! Bami, man. Oké, okay, top. En ja, wat ik meestal doe is, ik interview nog niet zo lang, ik ben pas begonnen. Sweet. Een minuutje, zoiets. Maar het gaat wel ondertussen lekker, vind ik. Daarom. En wat ik meestal doe is, ik ben heel erg op mezelf. Maar daardoor ook weer heel erg op anderen. Heb jij dat ook soms? Oké, top. En wat ik ook vaak heb, nee, you know, shout naar deze niggas. Ja, ik wil nu gewoon dronken worden, man. That's what, ja, I want. Dat gaat sowieso goed komen. Ja, thema vandaag, vrijheid. Wat is dat voor jou? Ja, vrijheid, ja, dat is natuurlijk wel, ja, het is natuurlijk wel, het betekent veel, dat weet iedereen wel. Maar ik heb zoiets van, ja, ik denk dat je vrij, ik ben wel blij dat ik mijn vrijheid heb, dat ik gewoon nu kan zeggen wat ik wil en dat ik niet iemand heb die mij dat komt vertellen wat ik moet doen of zo. En natuurlijk staan we in het teken van Bevrijdingsfestival, de teken van vrijheid. Ja. Maar in hoeverre zien jullie de vrijheid? Of hoe zien jullie het Bevrijdingsfestival? Laten we beginnen bij hem. Nee? Oh, jij niet? Oké, cool. Nou. Nee, kijk, wij staan voor de vrijheid en Nederland, kijk, ik ga niet voor jullie liegen, ik voel me wel vrij in Nederland, om heel eerlijk te zijn. Omdat, alleen er zijn wel een paar punten waarop ik Nederland wel kan aanwijzen van... Ja. Bijvoorbeeld het gedoogbeleid, je weet toch, dat soort dingen vind ik wel een beetje raar, dat vind ik hypocriet. Mm-hmm. Want, je weet toch, dat is een beetje raar, maar voor de rest voel ik me wel best wel vrij in Nederland, omdat je kan doen wat je wilt en ja, het is gewoon Nederland, man, het is gewoon chill. Het is vandaag 5 mei, we staan in het teken van vrijheid. Hoe staan jullie daar eigenlijk voor? Begin maar. Geef de microfoon bij van jullie. Ja, het is voor mij gewoon heel simpel. Kijk, vrijheid heeft voor mij niet alleen, want dat vergeten we heel vaak hier in Nederland. We doen alsof vrijheid alleen te maken heeft met een bepaalde periode van de Tweede Wereldoorlog. Die heel belangrijk is en die natuurlijk... nooit vergeten mag worden, maar er zijn natuurlijk veel dingen in de wereld gaande op dit moment waar vrijheid tekort is, weet je wel. En ik vind het ook belangrijk dat, weet je, want heel veel mensen die willen heel graag de Tweede Wereldoorlog herinneren, maar die staan helemaal niet stil bij wat er vandaag met de Palestijnen gebeurt, bijvoorbeeld, of wat er in Syrië gebeurt, of wat er in Nigeria is gebeurd. Weet je wel? En, want dat is ver van je bed en dat gaat ons niks aan. En dan sla je de plank mis, weet je wel? Voor mij, als we vrijheid vieren, vieren we het voor iedereen. En niet binnen onze denkbeeldige zogenaamde grenzen, weet je wel? Want die talen en die grenzen hebben we ook maar zelf verzonnen. Uiteindelijk zijn we gewoon één mensheid. En dat is, daar wil ik naar aspireren als ik denk aan vrijheid, weet je wel? Top that, nigga! Ik ben al een beetje sprakeloos van hier, dus ik zit er helemaal in. Maar anyway. En jij? Ja, hoe denk jij erover? Vrijheid, snap je? Gewoon. You know what I'm saying? Freedom, man. It's like Jesus, man.
Nee, vrijheid. Het enige wat ik erover kwijt wil is dat beledigen geen vrijheid is. That's it. Voor de rest mag je gewoon doen wat je wil als je andere mensen maar niet in de weg staat, man. Gewoon, als je gewoon zelf kan opereren en doen wat je wilt, man. Freedom, man. En dat voel je ook.